Well, good morning. Goedemorgen. Do I have my little remote control this morning? Heeft iemand de afstandsbediening voor de presentatie? Here it is. Oh ja. Okay, so we're going to talk about how to use the scriptures in child training. We gaan het vanochtend hebben over hoe je de Bijbel gebruikt in het opvoeden van je kinderen. And apparently this book is going to be available in the Dutch language pretty soon. En dit boek zal binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar zijn. And when will Teach Them Diligently be available in Dutch? Wanneer komt dat boek? In mei. Dus, okay, good, good. Eind mei van dit jaar, hè? Ja. Oké, okay, volgend jaar. All right, so let's begin our time together by looking at a very important parenting of passage of scripture, parenting passage. Oké, we beginnen vanochtend de boodschap door te kijken naar een heel belangrijk schriftgedeelte over ouderschap in de Bijbel. Passage is 2 Timothy 3, 15 through 17. En dat is 2 Timotheus hoofdstuk 3, vers 15 tot 17. This is the English cover, the American cover. Dit is trouwens de voorkant van het boek, zoals het in de Engelse taal bestaat. And the book is basically about how to use the scriptures for the four purposes for which they were given by God. En het boek gaat min of meer over hoe je de schrift gebruikt voor de vier doeleinden waartoe God de schrift ook gegeven heeft. And especially in relation to raising your children. En dan vooral met betrekking tot het opvoeden van je kinderen. And if you're here this morning and you don't have children, en als u hier vanochtend bent en u heeft misschien geen kinderen, I believe you're still going to benefit greatly from this material. En dan zult u nog steeds een hele hoop kunnen leren van wat we nu gaan behandelen. Because it will help you use the scriptures in your own personal life. Want het zal u ook helpen om de schrift in uw persoonlijk leven toe te passen. It'll help you in using scriptures with your wife and with your friends. En om bijvoorbeeld de schrift toe te passen in de relatie tot uw vrouw of uw vrienden. Because basically this passage gives us an outline, a process by which we may counsel others. Want dit schriftgedeelte geeft ons als het ware een raamwerk voor hoe we ook raad kunnen geven aan andere mensen. And so this often overlooked passage of scripture. En dit schriftgedeelte wat vaak niet gelezen wordt of waar overheen gekeken wordt. Explains one of our most important parenting responsibilities. Dat legt een van de meest belangrijke verantwoordelijkheden die wij als ouders hebben uit. Okay, now I'm pushing the right button here and it's still not. Oh, there you go. Okay, hij doet het. Okay, so Paul tells Timothy from childhood. Paulus die zegt tegen Timotheus in 2 Timotheus 3 vers 15 van jongs af. And that means literally from infancy, from a very babe. En dat betekent echt vanaf de jonge kinderleeftijd, vanaf dat het kind een baby is. You have known the holy scriptures. Van jongs af kent u de heilige schriften. Which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. So Timothy knew the scriptures from childhood, from infancy. Timotheus kende dus de schrift al vanaf de kindertijd. Who taught Timothy the scriptures? Wie heeft Timotheus onderwezen in de schrift? His mother. Zijn moeder. And his grandmother. En zijn oma. 2 Timothy 1, 5. 2 Timotheus 1, vers 5, daar staat dat. I am mindful of the sincere faith that is in you. Daarom herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. Which first dwelt in your grandmother Lois. Dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. And your mother Eunice. En in uw moeder Eunice. And I am sure it is in you as well. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Now my daughter, my eldest daughter Sophia. Mijn oudste dochter Sophia. Didn't start learning how to read until she was 5 years old. Die leerde pas op 5-jarige leeftijd een beetje lezen. But my wife taught her the scriptures much earlier than that. Maar mijn vrouw die begon al veel vroeger te onderwijzen in de schrift. She was 2 years old. Toen Sophia 2 jaar oud was. Almost 3. Bijna 3. I was laying on my bed. Toen lag ik op bed. My wife was in the bathroom. En mijn vrouw die was in de badkamer. Sophia was between us. En Sophia die zat ergens tussen ons in.
Kim called into the bedroom and asked me if I could help her find some implement for her face or hair or something. I don't know. En Kim die riep mij vanuit de badkamer of dat ik kon helpen om een of ander haarproduct te vinden wat nodig was voor haar. And I sighed. En ik zuchtte. Huh. Oh. As if to say, do I really have to get out of bed and help you look for this? Alsof ik daarmee wilde zeggen, moet ik echt nu uit bed komen om jou te helpen om dat product voor haarverzorging te gaan zoeken? At which time? En op dat moment, little Sophie, zei kleine Sophia, who couldn't read a word, die helemaal geen woord kon lezen, said to me, zei tegen mij, Daddy, papa, you should do all things without complaining and arguing. Jij moet alle dingen doen zonder klagen en zonder ruzie te maken. Een soort citaat uit de Bijbel. So it was a couple of weeks later. En het was een paar weken later. She had just turned three. Toen was ze net drie geworden. We were in a restaurant. En we zaten in een restaurant. And in the United States, I don't know if it's that way over here. En in de Verenigde Staten is het zo. Ik weet niet of het hier ook zo is. But when you have children, you take children to the restaurant. Maar als je kinderen hebt, dan ga je met je kinderen naar het restaurant. After they place the order. En nadat je dan de bestelling hebt gedaan. They bring you. Dan brengen ze jou. They bring you a little placemat that's a coloring mat. Dan geven ze je een placemat met een kleurplaat erop voor het and kind. And the children can color on the placemat. En dan kunnen de kinderen een beetje gaan kleuren op die placemat. They have that in the Netherlands? Hebben ze dat ook in Nederland? Okay. So I noticed that Sophia was picking up the crayons and starting to color. Dus ik zag dat Sophia de krijtjes pakte en begon te kleuren. But of course she wasn't coloring inside the lines. She was coloring like all over the place. Maar ze was natuurlijk nog niet binnen de lijntjes aan het kleuren. Het ging allemaal kriskras door elkaar. So her counselor father. Dus haar vader als counselor. Who should have known that a three-year-old was not capable developmentally of coloring within the lines. Die had moeten weten dat vanuit het ontwikkelingsperspectief een kind van drie simpelweg nog niet in staat is om binnen de lijntjes te kleuren. Started picking up a crayon. Pakte ik als vader het krijtje op. And teaching her how to color in the lines. En ik begon haar te onderwijzen hoe ze binnen die lijntjes moet kleuren. But the problem is in my attempt to teach her how to do this. Maar het probleem is in mijn poging om haar te leren om binnen die lijntjes te kleuren. My hand just sort of took over the entire placemat and there was no place for her to write. Ja, was mijn hand zo groot dat ik als het ware alle ruimte wegnam voor haar en ik de enige was die placemat nog kon bereiken. And so in frustration, en dus de frustratie kwam. She said to me, en Sophia zei tegen mij, Daddy, papa, the Bible says, de Bijbel zegt, you should do not forget to do good and to share. Vergeet niet om het goede te doen en ook te delen. Now here she is, barely 3 years old. Nou hier is dit meisje, nauwelijks 3 jaar oud. Couldn't read a lick. Ze kon geen letter lezen. And twice. En twee keer was het al gebeurd. She understood the scriptures well enough. Dat ze de Bijbel goed genoeg begreep. To successfully convict her college educated father. Om haar universitair getrainde vader te vermanen met de Bijbel. So don't tell me that children, young children cannot learn the scriptures. They certainly can. Dus vertel mij niet dat jonge kinderen de schrift niet kunnen leren begrijpen. Dat kunnen ze zeker wel. Alright, well, verse 16. Nou, kijken we naar vers 16. All scripture is inspired by God. Dus 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is door God ingegeven. It's God breathed. Het is geïnspireerd door God. It's just as much God's word as if he were speaking to you and it's coming right out of his mouth face to face. En het is net zozeer Gods woord als wanneer hij van aangezicht tot aangezicht dat gewoon in jouw gezicht zou uitspreken. And it's profitable. En het is nuttig. We say in English it is useful. In het Engels zeggen we ja, het is nuttig. For four purposes. Voor 4 doeleinden. First for teaching. Allereerst om daarmee te onderwijzen. It explains to us what God's standards are. Het legt aan ons uit wat de standaarden van God zijn, de maatstaven van God. For reproof. Ten tweede om te weerleggen. This is a word that really means for conviction. En dat woord dat betekent eigenlijk om te vermanen of ja, te corrigeren. Vermanen. When we violate God's standard, it convicts us that we have done so. En wanneer wij Gods maatstaven overtreden of buiten de lijnen gaan, dan kan het woord van God ons weerleggen. But it doesn't just leave us there. Maar het laat ons niet zo achter. Doesn't just knock us down. Het is niet zo dat het woord van God ons alleen maar neerslaat en ons dan laat liggen. It picks us up again. Nee, het raapt ons weer op.
It's profitable for correction. Het is ook goed, een derde doeleinde is om te verbeteren. And then once the problem has been corrected, it's profitable for training in righteousness. En vervolgens, als je verbeterd bent, dan is het ook nuttig om op te voeden in de rechtvaardigheid. So that the problem doesn't come back. Zodat het probleem niet weer terugkomt. And then it says, so that the man of God may be adequate. En dan staat er in vers 17, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn. Now the phrase man of God here. En die zinsnede, mens van God of mens die God toebehoort, is a phrase that Paul borrows from the Old Testament. It's used in the Old Testament to speak of the prophets. Dat is een zinsnede die Paulus leent vanuit het Oude Testament. Het is in het Oude Testament een zinsnede die wordt gebruikt voor de profeten. And when he uses it in the pastoral epistles, en wanneer Paulus die zinsnede gebruikt in de apostolische brieven, he's speaking of the preacher. Dan spreekt hij over de predikant. And so he says, Timothy, the scriptures are God-breathed. En dus zegt hij min of meer, Timotheus, luister, de schrift is door God ingeblazen, is door God geïnspireerd. And they're able to make you adequate. En die zijn in staat om jou volmaakt te maken. Totally equipped for every good work. Volledig en volkomen toegerust tot elk goed werk. This is one of the verses that we use to explain to people that the scriptures are really sufficient. En dit is een van de versen die wij gebruiken om uit te leggen aan andere mensen dat de schrift echt voldoende is, dat alles wat we nodig hebben in de schrift is. And that counseling psychology is really not necessary for the Christian. En dat psychologische raadgeving eigenlijk niet nodig is voor een christen. Everything that Timothy needed to do his job as a pastor, alles wat Timotheus nodig had om zijn werk als voorganger of leider voor te kunnen zetten, was preaching, dus het prediken, teaching, het onderwijzen, visiting people, mensen bezoeken, encouraging people, mensen bemoedigen, counseling people, raadgeven aan mensen. Everything he needed to do his job. Alles wat hij nodig had om zijn baan te doen, zijn werk te volbrengen, he could learn by understanding this book. Dat kon hij verkrijgen door dit boek te begrijpen. And so we're going to go through this today. Dus we gaan hier vandaag goed naar kijken. One step at a time. Stap voor stap. And these really are steps. They really go in order. En one, then the other, then the next, then the last en one. En dat gaan we echt stapsgewijs doen. Eén stap en dan pas weer de volgende stap. So to begin with, the scriptures are profitable for teaching your children. Allereerst is het zo dat de Bijbel nuttig is om je kinderen te onderwijzen. The Bible says, "Hear, O Israel." This is Deuteronomy chapter 6, a very important passage of scripture. In Deuteronomium 6, daar staat een heel belangrijk schriftgedeelte. "Hear, O Israel." Daar staat, luister Israël. The Lord is our God. De Heer is onze God. The Lord is one. De Heer is één. You shall love the Lord your God. Daarom zult u de Heer uw God lief hebben. With all of your heart. Met heel uw hart. And with all of your soul. Met heel uw ziel. And with all of your might. En met heel uw kracht. And then it says this. En dan staat er vervolgens dit in vers 6. And these words which I am commanding you today. Deze woorden die ik u heden gebied. Shall be on your heart. Moeten in uw hart zijn. Mom and dad, he's talking about. En hij heeft het dan over vader en moeder. And you shall teach them diligently. U moet ze uw kinderen inprenten. To your sons. Dus uw kinderen. Hang on, how does that translate in the Dutch? Translate that to me. You shall teach them diligently. Ja, ik zal het voor Lou vertalen wat in Nederland staat. U moet ze uw kinderen inprenten. You have to imprint them to your children. That's what it means. That's a very good translation. Dat is een hele goede vertaling. Okay, good. Want bij hem staat er, u zult zorgvuldig onderwijzen. In the English it's not quite so clear. Dus in het Engels is het niet zo duidelijk als in de Statenvertaling. It says, teach them diligently. Daar staat, u moet hen zorgvuldig onderwijzen. But the Dutch version is more closely aligned with the Greek. I'll explain that in a moment. Nou, hij zal straks uitleggen waarom imprenten een betere vertaling is. Okay, so you shall teach them diligently to your sons and shall talk of them. Dus u moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. When you sit in your house. Als u in uw huis zit. And when you walk by the way. En als u over de weg gaat. And when you lie down. Als u neerligt. And when you rise up. En als u opstaat. And.
En you shall bind them as a sign on your hand. Vers 8, u moet ze als een teken op uw hand binden. And they shall be as frontals on your forehead. En ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. And you shall write them on the doorposts of your house and on your gates. En u moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. And so the first thing I want us to understand is that teaching children is an imperative for Christian parents. Dus het eerste waarvan ik wil dat jullie dat begrijpen, is dat het onderwijzen van onze kinderen een gebod is voor christelijke ouders. It's not optional. Het is geen optie, geen mogelijkheid. We moeten dat doen. When I wrote this book, toen ik dit boek schreef, it revolutionized my parenting. Toen was dat echt een soort revolutie, ook voor mijn persoonlijke manier van ouder zijn. When I really memorized and understood this verse, en toen ik deze vers echt ging memoriseren en begrijpen, it helped me realize that there was little else in life that I had to do that was more important than teaching the Bible to my children. Toen begon ik te beseffen dat er eigenlijk bijna niks belangrijkers is in het leven dan het onderwijzen van je kinderen. And it changed the way I prioritized my evenings. En het heeft helemaal veranderd hoe ik bijvoorbeeld mijn prioriteiten stelde in de avonden dat ik tijd had. Secondly, teaching children. Ten tweede is het onderwijzen van kinderen is an explicit imperative for Christian parents. Ook een expliciet gebod voor christelijke ouders. We're given some very specific instructions on how we should do this. We hebben wat hele specifieke instructies gekregen met betrekking tot hoe we onze kinderen moeten onderwijzen. He specifically wants you to teach the Bible to your children in a certain way. Om op een specifieke manier de Bijbel te onderwijzen aan je kinderen. Now, the phrase teach them diligently means. Nu, die zinsnede van onderwijs hen zorgvuldig betekent impress them deeply. Dat je ze echt heel diep op het hart moet drukken, moet imprenten. What does the them stand for? Waar staat dat hen voor? Onderwijs hen zorgvuldig. Wie zijn die hen? Children, they say. That's what most people believe. Dus de meeste mensen geloven dat het dan gaat om de kinderen. Look at it again. Maar kijk er nog eens een keer naar in die tekst, Deuteronomium 6. These words which I command you today. En dan staat er in vers 6 deze woorden die ik u heden gebied. These words. Deze woorden. Which I command you today. Die ik u heden gebied. Shall be on your hearts. Moeten in uw hart zijn. And you shall teach. En u moet hen, them, hen, diligently, zorgvuldig onderwijzen. What does the them stand for? En waar staat hen dan voor? The Bible, yes. De Bijbel. Dus het gaat om de woorden die onderwezen moeten worden. So a good friend of mine, the man who actually helped start the biblical counseling movement in the United States. Een goede vriend van mij die heeft geholpen om ook de Bijbelse Counselbeweging in de Verenigde Staten op te starten. His name is Jay Adams. En zijn naam is Jay Adams. Explains this phrase in this phrase in Deuteronomy 6:6-9. This phrase to impress them deeply. Die heeft ook een uitleg van die zinsnede in Deuteronomium 6 dat je ze uw kinderen moet inprenten, waarbij ze dus de woorden van God zijn. He says the word translated impress deeply. Hij zegt het woord inprenten is a single Hebrew verb. Dat is één zelfstandig Hebreeuws werkwoord. It means to say something twice. En dat betekent dat je iets twee keer zegt. It's related to the number two. Dat woord dat is verbonden aan het nummer twee. Then it comes to mean say it again. Het betekent dus ook om iets te herhalen, om iets nog een keer te zeggen. It's used of sharpening a sword. Hetzelfde woord wordt ook gebruikt om te zeggen dat je een zwaard scherp maakt. Because in the wedding process, want in het huwelijksproces, the blade is repeatedly struck against the stone. Niet het huwelijksproces, maar in het proces om een zwaard te slijpen, ben je continu aan het herhalen met een soort van slijpsteen over dat zwaard heen te gaan om het scherp te krijgen. The second factor in the word moves away from the idea of repetition as merely rote learning. En de tweede betekenis van het woord heeft niet alleen maar te maken met herhalen in het opzicht van dat je probeert te onderwijzen. To the idea of applying truth.
Maar dan gaat het ook om het idee dat je de waarheid probeert toe te passen. To situation. Op een situatie of situatie. After situation. Of na in situatie op situatie. To which it corresponds. Waar dat woord ook van op toepassing is. So surely one must learn the truth. Dus iemand moet zeker de waarheid leren. But repeatedly. Maar herhaaldelijk. He must show its application to everyday life. Moet hij ook dat woord wat hij geleerd heeft herhaaldelijk blijven toepassen op het dagelijks leven? To circumstances. Toepassen op omstandigheden. Truth must be integrated with life. Dus de waarheid moet ook geïntegreerd worden met het praktische leven. And so basically here's what it looks like. Dus zo ziet het er ongeveer uit. So let's take that verse that Sophia quoted to me. Dus laten we kijken naar die vers die mijn dochter Sophia citeerde bij mij. Do all things without murmuring or complaining. Doe alle dingen zonder mopperen of klagen. Well, we have to explain what that means. Nou, we moeten uitleggen wat dat betekent. But we have to do more than explain what it means. Maar we moeten nog meer doen dan alleen maar uitleggen wat die vers betekent. We have to show our children how to apply it to their little lives. We moeten onze kinderen ook laten zien hoe ze zo'n vers kunnen toepassen op hun kleine leventjes. You may not murmur and complain when you don't like your breakfast. Misschien mopper jij of klaag jij wanneer je ontbijt niet lekker vindt. You may not murmur and complain when you have to stop playing. Je mag dat niet doen en je mag ook niet mopperen of klagen wanneer je moet stoppen met spelen. You may not murmur and complain when you're told to go to bed. Je mag niet mopperen of klagen wanneer wij zeggen dat je naar bed moet gaan. You may not murmur and complain whenever your will conflicts with God's will. En je mag ook niet mopperen of klagen als jouw wil niet overeenstemt met Gods wil. But rather you must be thankful for the fact that God is working sovereignly through your disappointments to conform you to the image of his son. Maar in plaats van al dat mopperen en klagen moet je juist dankbaar zijn voor het feit dat God op een soevereine wijze door al jouw teleurstellingen heen werkt om jou meer en meer aan het beeld van zijn zoon gelijk te maken. Now what exactly does it mean to teach and apply the scriptures to your children? Nou, wat betekent het nou precies om de schrift te onderwijzen en toe te passen op de levens van je kinderen? When you sit in your house, Wanneer je zit in je huis. When you walk by the way. Wanneer je wandelt over de weg. When you lie down and when you rise up. Wanneer je neerligt en wanneer je opstaat. Does God want you to schedule 4 times every day to catechize your children? Wil God dat jij echt die 4 momenten inroostert op jouw dag en op die momenten je kinderen onderwijst? What do you think? Wat denken jullie? Is that what this verse is teaching? Is dat het punt van deze vers? No. Nee. Good. Mooi. When you sit in your house, wanneer je in je huis zit, when you walk by the way, wanneer je over de weg gaat, when you lie down, wanneer je neerligt, when you rise up, wanneer je opstaat, means everywhere. Dat betekent overal. God wants you to teach and apply the scriptures to your children. God wil dat je de Bijbel en de schriften onderwijst en toepast op de levens van je kinderen. In all kinds of places. Op allerlei plaatsen. In all types of circumstances. En in allerlei omstandigheden. Whenever and wherever life takes you. Het maakt niet uit wanneer of waar. Het is altijd toepasbaar, deze vers. You're to teach your children the Bible in the milieu of their life. Je moet in hun milieu, waar dat dan ook is, de kinderen de schrift onderwijzen. Addressing from the scriptures the situations, the actual situations your children are facing. En daarbij is het ook belangrijk dat je de daadwerkelijke situaties waar jouw kind mee geconfronteerd wordt ook vanuit de schrift bespreekt met ze. The word milieu is a French word. It means middle or environment or setting or surroundings. En het woord milieu, dat is een Frans woord en dat betekent omgeving of context of ja, leefwereld. Ja. And so rather than simply teaching the Bible to our children, which is fine and a good thing to do. Dus in plaats dat we simpelweg de schrift onderwijzen aan onze kinderen, wat op zich wel goed is. We need to go from our children's lives. Moeten we ook vanuit de leefwereld van onze kinderen. To the Bible. Naar de schrift bewegen. And then back to their lives again. En dan weer terug naar hun belevingswereld. And so for example. Dus bijvoorbeeld. In our home when we have our family time, our family worship in the evening. Bij ons thuis wanneer we samen onze familietijd hebben en samen de Heer prijzen. Before we get to work on our normal routine, whatever that happens to be. Voordat we dan gewoon overgaan tot onze normale routine. Whether it's reading a book in the Bible. Of dat we een boek lezen uit de Bijbel. Or reading through another Christian book that a Christian author has written. Of wanneer we samen een christelijk boek lezen als gezin.
I'll ask them about what's happening in their lives. Ik vraag hun dan altijd vooraf, wat gebeurt er op dit moment in jullie levens? Anything going on that we need to talk about? Is er iets waar we het over moeten hebben samen? Did you have any conflicts with any of your friends? Hebben jullie misschien conflicten gehad met jullie vriendjes? Anything happened with your teachers at school today? Is er iets noemenswaardig gebeurd met jullie docenten op school vandaag? Or I may ask him. Of ik vraag misschien aan mijn vrouw Kim. Have there been any issues with the girls that we need to address from the Bible today? Zijn er vandaag nog problemen geweest met onze dochters die we misschien vanuit de Bijbel moeten bespreken? Because I want to take the Bible to them at their level. Want ik wil de Bijbel ook toepassen op hun niveau. And I want them to believe about the Bible what I believe. En ik wil dat zij hetzelfde geloven met betrekking tot de Bijbel als wat ik geloof over de Bijbel. That it answers the problems of life, it answers the questions and the issues of life. En dat is dat het een antwoord heeft op alle situaties en problemen van het leven. I mean, I make my living out of helping people apply the Bible to their lives and solve their problems that they would normally go to a psychiatrist for, a psychologist. Ik verdien mijn brood met het raadgeven van mensen vanuit de Bijbel, terwijl die mensen anders naar een psycholoog zouden gaan voor ja, ander soort raad. I mean, I really believe this about the Bible. Dus ik geloof echt dit over de Bijbel, dat het toepasbaar is en dat het helpend is. I hope you do too. En ik hoop dat jullie dat ook geloven. Now, what are the benefits of teaching the Bible in the milieu? Nou, wat zijn de voordelen van het onderwijzen van de Bijbel in relatie tot hun milieu? We tend to learn more easily and eagerly. Wij kunnen over het algemeen sneller en gretiger leren. When we see the value of what we are learning to our lives. Wanneer we ook de waarde zien van datgene wat we leren in ons persoonlijk leven. In other words, when we can immediately apply the scriptures to our lives. Dus met andere woorden, wanneer we dat wat we leren, de schrift, ook gelijk kunnen toepassen in ons leven. I never developed an interest in history when I was a child. Als kind heb ik nooit een interesse in geschiedenis gekregen. Because I never really understood when I was young. Want toen ik jong was, begreep ik nooit goed. How something that happened long ago and far, far away would apply to me. Hoe datgene wat heel lang geleden en heel ver weg ooit is gebeurd van toepassing zou kunnen zijn of relevant zou kunnen zijn voor mij. But when I got older, I realized I could learn some things that happened long ago and far, far away, for better or for worse, could impact me and I could learn from history. Maar naarmate ik ouder werd, begon ik te zien dat ook dingen die heel lang geleden en heel ver weg zijn gebeurd, dat die ook relevant toch kunnen zijn voor mijn leven, dat ik daar iets van kan leren. Now, when teaching outside the milieu, sometimes you can actually create a milieu. Soms is het zo dat wanneer je buiten het milieu gaat onderwijzen, dat je ook daarmee een soort nieuw milieu schept. I try to help my hearers know what they need to hear before I tell them. Ik probeer ook degene die ik onderwijs geef of raad geef te laten weten wat ik wil gaan bereiken met ze, wat ik ze wil gaan vertellen voordat ik dat daadwerkelijk doe. Do you have that saying in Dutch that we have in English? Hebben jullie misschien ook dit gezegde in het Nederlands wat wij in het Engels hebben? You can lead a horse to water. Je kunt een paard wel naar het water leiden. But you can't make him drink. Maar je kan hem niet dwingen om dat te gaan drinken. Do you have that over here? Kennen jullie dat ook? Okay. Some say yes, some say no. Sommigen zeggen ja, sommigen zeggen nee. Well, just for the record. Nou, even voor alle duidelijkheid. Whether it's in Dutch or in English. Of het nou in het Engels of in het Nederlands is. It's not true. Het klopt niet. You can make a horse drink. Je kan een paard wel laten drinken. How do you do that? Hoe doe je dat? You put salt in his oats. Je moet dan gewoon zout in zijn haver doen. And you can do that with your children to a certain extent. En dat kun je natuurlijk ook tot op zekere hoogte bij je kinderen doen. This podium is made out of wood. Deze spreekstoel is gemaakt van hout. So, if I poured some water on this, dus als ik hier wat water overheen giet, because it has a finish on it, omdat er een soort afwerklaagje overheen zit, the water would beat up. Dan gaat het water, dat blijft erop liggen. It wouldn't penetrate. En het zou niet opgedronken worden door het hout, geabsorbeerd worden door het hout. But if I sanded the top of this wood and got rid of the finish. Maar stel dat ik dat afwerklaagje van dat hout af zou halen. And expose the raw wood. En ik zou gewoon het ruwe hout open en bloot laten liggen. And then I pour the water on it. En dan zou ik het water overheen gieten. It would absorb the water. Dan zou dat het water absorberen. Het zou opgedronken worden door het hout. And so that's what we have to do. We have to help our children. We have to prepare their minds. We have to do what we can to
to hunger and thirst after the truth of God's word that we're explaining to them. Dus dat moeten we ook doen met onze kinderen. We moeten als het ware hun hongerig en dorstig maken naar die principes uit Gods woord die we hun willen onderwijzen. So when Sophia was a little girl, we moved from one house to another. Dus toen Sophia nog een jong meisje was, toen verhuisden we van één huis naar een ander huis. And Kim and I decided that we were going to not have the cable television package that we had in our previous house. En Kim en ik besloten dat we niet meer hetzelfde kabeltelevisiepakket zouden ons daarop abonneren wat we vroeger hadden in ons vorige huis. And this had some implications on little Sophie because there were a few programs that she really liked to have watched that were on the cable. En dat had natuurlijk ook bepaalde consequenties voor Sophie, want er waren bepaalde televisieprogramma's die ze vroeger graag keek, maar die ze nu niet meer kon kijken. And so we're driving somewhere one day and she says to me. Dus op een dag reden we ergens naartoe en zei ze tegen mij. Daddy, why don't we have television anymore? Papa, waarom hebben wij geen televisie meer? Cable television. Geen kabeltelevisie. And I said I could have just basically given her a short answer. En ik had haar natuurlijk gewoon een kort antwoord kunnen geven. I could have said, well, because mom and I decided that it was we were wasting too much time watching television. Ik had natuurlijk gewoon kunnen zeggen, ja, dat is omdat mama en ik besloten hebben dat we anders te veel tijd verspillen met televisieprogramma's kijken. But instead of doing that, I decided I would give her a little understanding, a little teaching on Jesus's doctrine of radical amputation. Maar in plaats daarvan besloot ik dat ik haar wat onderwijs wilde geven over Jezus' leer met betrekking tot radicale amputatie. Sweetheart, I said. Schat, zei ik tegen haar. Jesus said something pretty radical in his Sermon on the Mount. Jezus die zei in de bergrede iets wat behoorlijk radicaal is. He said, if your right eye offends you. Hij zei, als jouw rechterhand jou tot zonde verleidt. Your best eye. Je beste oog is dat. You should pluck it out and throw it away. Dan moet je hem uitrukken en weggooien. It's better for you to enter into heaven, into life without an eye than to have both of your eyes and go to hell. En het is beter dat je naar de hemel gaat met één oog dan dat je met beide ogen naar de hel gaat. And if your right hand causes you to sin. En als jouw rechterhand jou verleidt tot zonde. You should cut it off and throw it away from you. Dan moet je hem afhakken en moet je hem weggooien. It's better for you to enter into life to go to heaven without a hand than to have both hands and go to hell. Het is beter om de hemel in te gaan en het leven in te gaan met één hand dan dat je met twee handen naar de hel gaat. Do you know what he means? Sorry. I said to her, do you know what he means? En ik zei tegen haar, weet je wat hij daarmee bedoelt? She said, not really, daddy. En Sophie zei, dat weet ik eigenlijk niet zo goed, pa. Well, you think God literally wants? You think Jesus literally wants us to pluck out our eyes and cut off our hands? Denk je, Sophie, dat God letterlijk wil dat wij onze ogen eruit trekken en onze hand afhakken? No. Nee. Exactly. Precies. He doesn't mean that we should intentionally harm our bodies. Hij bedoelt niet dat we gaan automutileren, dat we met opzet onze lichamen gaan beschadigen. Well, then what does he mean, daddy? Maar wat bedoelt hij dan wel, papa? He means that we should cut out of our lives anything that tempts us to sin against God. Hij bedoelt dat we alles in ons leven wat ons kan verleiden tot zonde, dat we dat eraf snijden, dat we dat afhakken uit ons leven. And so daddy and mommy decided we were not going to have those television stations in our home for a while until daddy especially could learn more self-control with his time. Dus mama en ik hebben besloten dat we eventjes die televisie, dat we die afhakken, dat we die wegdoen uit ons huis. Totdat papa heeft geleerd om op een betere manier om te gaan met de verleidingen van de televisie. Dat hij zijn tijd nuttiger kan besteden. Yeah, maybe when dad has a little more self-control, we can bring some of those television programs back in that you like. En misschien als papa straks weer wat meer zelfbeheersing heeft geleerd, dat we dan die kabeltelevisie weer terug kunnen nemen. So by teaching her Matthew 5, 29 and 30. Dus doordat ik haar Matthäus 5, vers 29 en 30 heb onderwezen. In the context about her questions of life. In de context van haar vraag die zij stelde met betrekking tot het leven. And my struggle with sin. En mijn persoonlijke worsteling met zonde. She was more eager and interested in what the Bible had to say than if I had just taught her that passage in our family time at night. Was ze veel geïnteresseerder in wat de Bijbel over deze situatie zei dan wanneer ik gewoon deze tekst zou gaan leren zonder dat er een situatie is ontstaan die. Waar die tekst op van toepassing is. Children are able to put what they're learning into practice immediately because they're learning for the purpose of doing when you teach in the milieu. Kinderen zijn in staat om datgene wat ze leren direct in de praktijk te brengen, omdat zij ook leren met als doel om dingen te doen. There are two basic views of learning. Er zijn min of meer twee
basale kijken, verschillende perspectieven op het leerproces. There's the academic view. Daar is de het academisch perspectief. This is the Greek view. En dat is eigenlijk het Griekse perspectief. This is what we see in Western culture. En dat is wat we vooral zien in de westerse cultuur, dat academische perspectief. The idea is knowledge for knowledge's sake. Knowledge for the sake of knowledge. En het idee daarbij is dat kennis, dat het vooral gaat om kennis voor kennis. Dat kennis het uiteindelijk resultaat en doel is van het leren. It's a fact to be known. Je moet feiten kennen. It's how many letters can I get after my name? Het gaat om hoeveel letters ik achter of voor mijn naam kan krijgen, hoeveel titels. So that I can make lots of money. Zodat ik heel veel geld kan verdienen. And impress lots of people. En een hele hoop mensen versteld kan doen staan. Then there's the biblical view, or really the Hebrew view of learning. Maar dan is er ook het Bijbels perspectief, eigenlijk het Hebreeuwse perspectief op leren. And that's learning to observe. En dat is leren om te observeren. Learning to put into practice, learning to implement. En met observeren wordt dan bedoeld om het toe te passen. Dus leren om te implementeren, om in de praktijk toe te passen. It's not knowledge for knowledge's sake, it's knowledge for the purpose of implementation. Dus het gaat dan niet om kennis, puur om alleen maar kennis te hebben, maar het gaat om dat je kennis kunt gebruiken om in de praktijk iets te doen. It's not a fact to be known. Het gaat niet om hoeveel feiten je kent. It's a truth to be lived. Maar het gaat om de waarheid die jij uitleeft. It's how can I put what I've learned into practice. Het gaat om hoe kan ik datgene wat ik geleerd heb in de praktijk brengen. And to do it in such a way that glorifies God and ministers to others. En hoe kan ik dat doen op zo'n manier dat het God verheerlijkt en dat het ook andere mensen dient. Now let's look at some examples of this in the Bible. Laten we eens naar wat voorbeelden vanuit de Bijbel kijken hierover. Let's take the Great Commission. Laten we eens kijken naar de grote opdracht die Jezus heeft gegeven. Matthew 28. Matthäus 28. Verse 19. En vers 19. Go therefore and make disciples of all nations. Ga dan heen en maak discipelen van alle volken. Baptizing them in the name of the Father. Hen dopende in de naam van de Vader. And of the Son. En van de Zoon. And of the Holy Spirit. En van de Heilige Geest. Teaching them to know all things that I have commanded you. Hun lerende alles wat ik u geboden heb. Teaching them to know. Staat er om het te weten, om het te kennen? No. Nee. Teaching them to observe. Teaching them to do all things that I've commanded you. Hun lerende alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, om het toe te passen. Let's look at 2 Timothy 2. Laten we kijken naar 2 Timotheus hoofdstuk 2. In verse 2. En vers 2. 2 Timotheus 2 vers 2. The things which you've heard from me in the presence of many witnesses. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen. These entrust to faithful men. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen. Who will keep it to themselves. Die het voor zichzelf houden. And disclose it only when they have an opportunity to boast to others about how much knowledge they have. En die dat geleerde alleen maar met anderen delen wanneer ze daardoor kunnen roemen in alle kennis die ze hebben. Is that what it says? Staat dat daar? The things you've learned from me teach the faithful men who will be able to teach others also. Nee, er staat, en wat u van mij geleerd hebt, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Then there's Luke 11:28. Dan hebben we ook nog Lucas 11, vers 28. Jesus simply says, daar zegt Jezus eenvoudigweg, blessed are those, zalig zijn zij, who hear the word of God, die het woord van God horen, and do it. En het doen. So, doctrine for the Christian. Dus leerstellingen voor de christen is to be turned into life. Moeten omgezet worden in praktisch leven. And I'm sure it's this way in the Netherlands as it is in some places in the United States. En ik weet zeker dat het in Nederland ook net zo is als in de Verenigde Staten en op veel plekken ter wereld. Doctrine is taught sort of in an intellectual way. Dat doctrine, dat leerstellingen op een soort intellectuele wijze onderwezen worden. And doctrine is very important. En doctrine en leerstellingen zijn inderdaad ook heel belangrijk. Even minute points of doctrine. Zelfs de kleine punten van doctrines. But all of it is useful because it's supposed to be practiced. Maar het is allemaal vooral nuttig omdat het toegepast moet worden. If you just understand what the Bible says in great detail. Als jij alleen maar tot in grote detail begrijpt wat de Bijbel zegt. But don't know how to translate those details into life. Maar jij weet niet hoe je die details en die geboden van de Bijbel om kunt zetten in praktisch leven. It doesn't do what God intended it to do.
Dan doet de Bijbel op dat moment niet datgene waartoe God de Bijbel bedoeld heeft. And if that's the way you teach doctrine to your kids, en als dat de wijze is waarop jij leer onderwijst aan jouw kinderen, you're really going to run the risk of turning them off to Christianity. Dan ga je echt een groot risico lopen dat je hun uiteindelijk, dat ze uiteindelijk hun rug geven aan het christendom. Would you turn in your Bibles to Colossians chapter 1? I'd like you to read this with me. Laten we even kijken in Colossense. We're going to read verses 9 and 10. Colossians chapter 1, 9 and 10. Okay, Colossense hoofdstuk 1, vers 9 en 10. For this reason also. Daarom houden wij ook niet op. Since the day we heard of it. Vanaf de dag dat wij het gehoord hebben. We have not ceased to pray for you. Voor u te bidden en te smeken. And to ask that you may be filled. Dat u vervuld mag worden. And again, think of a cup being filled. Okay? Nou, denk ook even hierbij na over een glaasje wat gevuld moet worden. With three things. Dat u vervuld mag worden met drie dingen. With the knowledge of his will. Met de kennis van zijn wil. You got knowledge. Dus kennis staat daar. In all spiritual wisdom, number two. In alle wijsheid, nummer twee. And number three, filled with understanding. En ten derde, gevuld met geestelijk inzicht. Now why? Waarom is dat? Why does he want you to have this knowledge and wisdom and understanding? Waarom wil hij dat jij deze kennis en deze wijsheid en dit inzicht hebt? So that you may walk in a manner worthy of the Lord. Vers 10, zodat u wandelt op een wijze die de Heer waardig is. To please him in all respects. Dat je hem in alles behaagt. Bearing fruit in every good work. En in elk goed werk vrucht draagt. And increasing in the knowledge of God. En groeit in de kennis van God. Do you see, it's supposed to be put into practice. Zien jullie dat dit in de praktijk moet worden omgezet? And you've got to teach your children how to make it work. En je moet dus je kinderen ook leren hoe ze dit in de praktijk kunnen toepassen. So teaching children in the milieu. Dus kinderen onderwijzen in hun eigen milieu. Gives you the opportunity to help your children. Geeft jullie kinderen de gelegenheid om. Translate the facts you're giving him. Om die feiten die je ze onderwijst vanuit de Bijbel ook te vertalen naar. From his mind. Naar dagelijks leven. Or vanuit hun verstand. Or we say his heart. Of vanuit het hart. To his hands. Naar zijn handen. To his mouth. Naar zijn mond. To his lips. Naar de lippen. It helps him become a doer of the word rather than just a hearer of the word. Het helpt een kind om een doener van het woord te zijn, een toepasser van het woord en niet alleen maar een leerder of student van het woord. And again, mom and dad. En opnieuw wil ik benadrukken, ouders. It's your job to make clear. Het is jullie taak om op een duidelijke wijze how the truth that you're teaching him duidelijk te maken hoe de waarheid die jij onderwijst aan je kind is to be practiced experientially. Hoe die op praktische wijze moet worden toegepast en beleefd. So biblical parenting involves showing your children. Dus Bijbels ouderschap, dat heeft ook te maken met je kinderen laten zien. How to apply the scriptures to the various circumstances in his life. Hoe zij de schrift kunnen toepassen op verschillende omstandigheden waar ze in het leven mee te maken krijgen. So teaching in the milieu. Dus onderwijzen in het milieu. Provides the conduit between the scriptures you are teaching him. Dat het onderwijzen in hun leefwereld, dat voorziet in de vertaalbrug, de brug tussen datgene wat je probeert te onderwijzen, wat ze moeten doen. And the life that he's living. En het leven wat zij zelf ook leven. Do you remember the story of Helen Keller? Kennen jullie het verhaal van Helen Keller? Have you read that story over here? This is not very Dutch, this is American. This is an American woman who was born blind. Dit gaat over een Helen Keller, dat was een Amerikaanse vrouw die blind geboren was. And her life radically changed. En haar leven dat veranderde op radicale wijze. And anyway, she's very famous in the United States. En daarom is ze ook heel beroemd geworden in de Verenigde Staten. She actually grew up in Alabama, where I'm from. Ze groeide ook op in Alabama, waar ik vandaan kom, waar Lou vandaan komt. Well, as a child, als kind, Helen Keller had the most difficult time learning anything. Had Helen Keller het enorm moeilijk om ook maar iets te leren. And it wasn't until her mentor, her teacher. En pas toen haar leraar, haar onderwijzer, whose name was Annie Sullivan, en zijn naam was Andy Sullivan, employed a milieu teaching device in her training. Pas toen hij op die milieu manier begon te onderwijzen. So remember, she's blind. En vergeet niet, zij is blind. Zij was blind. Kind of rebellious. Zij was
behoorlijk moeilijk te onderwijzen, wat rebellieus. Didn't want to learn anything. Ze wilde niks leren. And so one day, en op een dag, she threw a tantrum over her inability to learn a lesson that her teacher was trying to teach her. Can you translate that? Tantrum? She got very angry. Op een dag werd Helen heel boos, omdat ze maar niet in staat was om iets te leren. And she comes across this well house. De docent werd heel boos omdat Helen maar niks wilde leren. En op een dag kwam ze bij zo'n huis. In this picture here is a picture of the well house. Zo'n huis bij zo'n put, zeg maar. Kwam die docent naartoe. Something happened at this well house that totally changed her life. En daar gebeurde iets wat haar leven totaal veranderde. I want to read a little bit from her autobiography. En ik wil iets lezen over haar autobiografie. We walked down the path to the well house. We wandelden over het pad naar dat huisje bij die put. Attracted by the fragrance of the honeysuckle with which it was covered. Want we werden aangetrokken door de geur van de honing die zich daar ook bevond. Someone was drawing water. De lekkere geur van de tuin daar. Iemand was daar water aan het putten. And my teacher placed my hand under the spout. En mijn docent die hield haar water onder dat water, de kraan. And as the cool stream gushed over one hand. En terwijl die koude stroom van het water over haar één hand heen liep. She spelt the word water in the other. Spelde zij in mijn andere hand het woord water. First slowly. Eerst heel langzaam. And then more quickly. En daarna sneller. I stood still. Ik stond stil. My whole attention fixed upon the motion of her fingers. Al mijn aandacht was gevestigd op de bewegingen van de vingers van mijn docent. And somehow the mystery of language was revealed to me. En op de een of andere manier werd op dat moment het mysterie van de taal aan mij geopenbaard. I knew then. Ik wist op dat moment. That water. Dat water, water. Was that wonderful cool something that was flowing over my hand. Dat merkwaardige vloeibare stofje was wat over mijn andere hand heen liep. I left the well house eager to learn. Ik ging weg van dat huis bij die put en ik vanaf dat moment wilde ik leren, was ik gretig om te leren. Why do you suppose Helen Keller left that well house? En waarom denken jullie dat blinde meisje Helen Keller dat zij wegliep van dat huis? With a whole new attitude about life in general. Met een hele nieuwe houding met betrekking tot leven in het algemeen. And learning in particular. Maar in specifiek ook met betrekking tot leren. It was because for the first time. Het komt omdat voor het eerst in haar leven. She understood. Ze begreep. That what her mentor was teaching her. Dat datgene wat haar docent probeerde te onderwijzen. Had to do with life. Te maken had met praktisch leven. When she realized. En ze realiseerde zich toen. That what she was learning on one hand. Dat wat ze leerde met één hand. Had to do with what she was experiencing on the other hand. Te maken had met datgene wat ze ervaarde aan de andere hand. She became excited. En toen ze die link zag, toen werd ze opgewonden, raakte ze enthousiast. And her life was powerfully changed. En haar leven werd op een krachtige wijze veranderd. When she realized. Toen ze besefte. That what she was learning. Dat datgene wat zij leerde. Had to do with what she is experiencing. Te maken had met datgene wat ze aan het ervaren was. And that's what teaching the Bible in this context can do for your children. En dat is uiteindelijk ook van toepassing op jouw kinderen. Now, what does it mean? Dus deze manier van leren door ervaren heen. Nou, wat betekent dit? To bind the scriptures as a sign on your hands. Wat betekent het wat er staat in Deuteronomium 6? Dat je de schrift op de handen moet binden. And to put them as frontals on your forehead. En tussen de ogen moet binden. Although some people have tried to take these verses literally. Sommige mensen hebben geprobeerd om die verzen letterlijk te nemen. It's more likely, of course, that they're intended to be taken metaphorically. Maar het is natuurlijk waarschijnlijker dat het metaforisch bedoeld is, dat het een gelijkenis is. In other words, we should teach our children that the scriptures govern all of our behavior. Met andere woorden, dat we onze kinderen moeten onderwijzen dat de schriften al ons gedrag moeten beïnvloeden. When you bind them as a sign on your hands. Wanneer je ze bindt als een teken om je hand. The scriptures are to govern our actions. Dan betekent dat
de schrift controle moet hebben over al onze werken die we met onze handen doen. They shall be as funnels on your forehead. En wanneer je ze de schrift als ja, tussen je ogen bindt op het voorhoofd. The scriptures are to govern our thoughts and our motives. Dan betekent dat dat de schrift onze gedachten en onze motieven moet controleren. You write them on the doorpost of your house. Wanneer je de schrift op de deurposten van jouw huis schrijft. The scriptures are applicable when you're at home inside. Dan betekent dat dat de schrift van toepassing is op jouw thuisgezinsleven. You write them on the gate. Wanneer je ze op de poorten schrijft. The scriptures are applicable when you're outside of the house, when you're outside of the town. Dan is de schrift van toepassing wanneer je buiten het huis bent. Dus wanneer je gewoon buitenshuis rondloopt. Everywhere. Overal. And in all circumstances. En in alle omstandigheden. The scriptures are to be applied to life. Is de schrift toepasbaar en moet de schrift toegepast worden op het leven. Do you believe that? Geloven jullie dat? Do your children believe that? Geloven je kinderen dat? Everywhere and in all circumstances. Overal en in alle omstandigheden. The psalmist said, I have seen an end to all perfection. En de psalmist die zegt, ik heb het de end. I have seen the end. I have seen the fulfillment of all perfection. Ik heb de vervulling van alle volmaaktheid gezien. In other words, everything else has limits. Met andere woorden, al het andere is beperkt, heeft grenzen. But your word is exceedingly broad. Maar uw woord dat heeft geen grenzen. Dat is limietloos. All right, so we only have about 5 minutes left. Is that right? Okay, we hebben ongeveer nog 5 minuten nu. Is that right? Okay, well then, rather than start the second step. Dus in plaats van dat we verder gaan naar de tweede stap. How to use the scriptures for convicting your children. De tweede stap met betrekking tot hoe je de schrift kunt gebruiken om je kinderen op te voeden. Let me make one practical suggestion and then I'll open up for a question, okay? Laat me je nog één praktische tip geven en dan gaan we vervolgens nog misschien een vraag beantwoorden. You may want to know how my wife taught Sophia the scriptures when she couldn't read. Misschien willen jullie wel weten van hoe mijn vrouw Kim, onze dochter Sophie, de schrift onderwees terwijl onze dochter nog niet eens kon lezen. Well, basically, she would take a portion of scripture and read it to her several nights in a row. Nou, wat ze deed was, ze nam een schriftgedeelte en dat las ze meerdere avonden achter elkaar voor onze dochter. The Lord is my shepherd. De Heer is mijn herder. I shall not want. Mij zal niets ontbreken. He makes me to lie down in green pastures. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. And then after a week or so, en na een week of zoiets, she would start leaving words out of the sentence. Dan begon zij om bepaalde woorden weg te nemen uit die zinnen. The Lord is my. De Heere is mijn. And the girls would say. En dan zou Sophie zeggen. Shepherd. Herder. I shall not. Ik zal niet. And the girls would say, want. Ik zal geen gebrek lijden. And she'd do that for a few days. En dan deed ze dat zo een paar dagen. And then she'd just begin the sentence. The Lord is. En op een gegeven moment, dan ging ze alleen nog maar het begin van de zin zeggen. Dus de Heere is. And the girls would fill in my shepherd. En dan ging Sophie ging steeds meer aanvullen vanuit wat Kim achterliet. I. Ik. And then they would fill in the rest of the sentence. Of de. And that's the way Sophia and Gabby learned scripture when they were younger. En op die manier leerden Sophia en Gabby de schriften onthouden toen okay. Ze jong waren. Do we have any questions about how to use the scriptures to teach your children? Heeft iemand nog een vraag met betrekking tot hoe je de schrift kunt gebruiken om jouw kind te onderwijzen, op te voeden? Ja? Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus de zuster zegt dat haar eigen ervaring is met betrekking tot het echt onderwijzen op die manier van de schrift, dat het soms ook nadelig kan uitpakken. Bijvoorbeeld als je een tekst citeert als doe alles zonder mopperen of klagen, dat je kinderen vervolgens ook geen ruimte krijgen voor hun gevoelens en dat dat ook weer nieuwe problemen kan geven. Dus de vraag is hoe voorkom je dat, hè? So her question is, her own experience is that sometimes teaching the scriptures in this manner to your children can also backfire or have disadvantages. For example, if you quote a verse like, do all things without murmuring or complaining, that the child has no room to express its feelings. So how can you teach the scriptures without these negative consequences? Well,
But there are other scriptures that you would teach that should balance that out. Okay, dus zijn antwoord is dat je ook andere schriftgedeeltes moet onderwijzen die vervolgens weer een balans geven in die vers bijvoorbeeld. For example, that passage we looked at in Corinthians the other day. Dus bijvoorbeeld dat schriftgedeelte waar we gisteren in Korinthe naar hebben gekeken, dus de Korinthebrief. I speak as the children, open wide your hearts to us. Ik spreek als tot kinderen, zet uw hart wijd open voor ons. And then, of course, there's a lot in the Bible about communication, so we would talk to them about those verses that explain that children should communicate. En daarnaast staat er natuurlijk ook in de Bijbel heel veel over communicatie, wat, dus we leggen ook uit aan onze kinderen dat ze juist moeten communiceren en open mogen zijn. And that since we have to teach you not only to act like a Christian, but how to think like a Christian, how are we going to do that if you don't open up and express yourself to us? En dan zeggen we ook tegen onze kinderen van, omdat wij jullie moeten leren om niet alleen maar de schrift te kennen, maar ook zo te denken als een christen. Hoe kunnen we dat doen als jullie niet open zijn over jullie gevoelens en wat je denkt? And so I think the issue is you have to learn how to use all of the scriptures so that you have a balanced approach to teaching your children what the Bible says. Okay, dus het antwoord in het kort is eigenlijk dat je dus ook de hele schrift gebruikt om op een gebalanceerde wijze ook een balans te brengen daarin. Dat je niet alleen maar de nadruk op één zo'n vers blijft leggen heel de tijd. And it may also be a matter in the case of this verse of being a little more precise. En wanneer we het hebben over deze vers, kan het soms ook belangrijk zijn om iets preciezer nog uit te leggen wat het betekent. It's not a sin to express yourself. Het is geen zonde om uitdrukking te geven aan jezelf. It's not a sin to ask questions. Het is ook geen zonde om vragen te stellen. But to complain. Maar om te klagen. That's a very specific kind of communication. Dat is een heel specifieke vorm van communiceren. To argue. Om, om tot twist te komen, te ruzie te maken. That's a very specific kind of communication. En ook dat is een hele specifieke vorm van communiceren. But there are other ways you can express yourself and even ask questions that are lawful. Maar er zijn ook andere en meer legitieme manieren om jezelf uit te drukken en te communiceren. Oké. Okay. Dus good. Dat is het antwoord. Good question. Goeie vraag. Okay, we need to stop at this point. Okay, we gaan de pauze in. We hebben een aantal vragen binnengekregen. En de eerste vraag is, hoe tuchtig je tieners? Hoe tuchtig je tieners? How do you discipline teenagers? Well, to begin with, remember what I said. Om te beginnen is het belangrijk om te onthouden wat ik gezegd heb. Remember what Solomon said. En onthoud ook om te onthouden wat Salomo heeft gezegd. The rod and reproof give wisdom. De stok. Sorry, I put the emphasis on the wrong syllable. The rod and reproof give wisdom. Oké, dus zowel de stok als de correctie zorgen voor wijsheid bij een kind. And so at any age, the issue is not primarily the discipline. The discipline just gets their attention. Dus om wat voor leeftijdscategorie het ook gaat. Het gaat niet in de eerste plaats alleen om het tuchtigen. Het tuchtigen, dat is alleen maar iets wat de aandacht van het kind pakt. The nuts and bolts of it should be the scriptures. Maar waar het echt om moet gaan bij het onderwijzen is de schrift toepassen. Should be your communicating and your relationship with him. En jouw communicatie en relatie met je kind. Now, to get more specific to the point. Dus als we het meer specifiek over dit punt hebben, hoe tuchtig je tieners? Probably what you would do is to take something away that's very, very important to him. Waarschijnlijk wat je zou kunnen doen is bijvoorbeeld iets je kind iets ontnemen wat voor dat kind heel belangrijk is. And in today's day and age is probably some kind of gadget. En vandaag de dag is dat waarschijnlijk een of ander technologisch instrument, zoals een smartphone. But another thing you may want to consider doing. Maar iets anders wat je zou kunnen overwegen om te doen is ask your child. Is, vraag het je kind. I mean, don't do it in the moment of discipline. Doe dat natuurlijk niet op het moment dat je kind aan tuchtigen bent. But when everything is fine. Maar als alles gewoon goed gaat in de relatie met het kind. Say, look. Zeg dan, kijk. Last time I took your phone away or I limited you from the television or the computer or whatever, you got kind of upset. Laatste keer dat het misging in je gedrag en toen ik je telefoon in bezit nam, toen werd je een beetje boos op me. Do you have a better idea? Heb jij misschien een beter idee voor wat ik kan inzetten op dat moment? It's got to be sufficient enough to get your attention. Ik bedoel, het moet wel goed genoeg zijn om jouw aandacht te pakken te nemen. It's got to sting a little bit.
Het moet ook een klein beetje zeer doen op zo'n moment, als ik jou tuchtig. So what do you think is right? Dus wat denk jij dat ik het best kan inzetten als jij verkeerd gedrag vertoont? And you know, they may say something that you think is too severe. They may say something that you think is not severe enough. En misschien zeggen ze dan iets en dan denk jij, ja, dat is eigenlijk te streng, te ernstig. En misschien noemen ze iets anders en denk je, nou, dat is niet streng genoeg. So I'll negotiate. Dus ga met ze onderhandelen. No, no, that's not quite. You need to up the ante a little bit more. Nee, dat is niet vervelend genoeg voor je. We moeten toch iets vervelenders kunnen inzetten. I mean, treat him like he's an adult. Let him have a part of the. Let him have a say in it. Ik bedoel, behandel je tiener gewoon als een volwassene. Laat die tiener ook zijn zegje kunnen doen. And I think for most of you, it's going to surprise you at how reasonable they will be and how willing they will be to. Allow you to discipline them when you give them an opportunity to participate. En het zal jullie verbazen hoe meewerkend je tiener zou kunnen zijn op het moment dat je die probeert te tuchtigen, als je je tiener ook toestaat om mee te denken over wat een zinvolle maatregel is om hem mee te tuchtigen. Oké, gaan we door naar de volgende vraag. Wat zijn de belangrijkste adviezen voor ouders om te voorkomen dat je kinderen vroeg gaan daten? En de volgende vraag, hoe leid je je kind naar de juiste partner? The question is, what are the most important advices for parents in order to prevent that your children start dating at an early age? Secondly, how do you lead your child to the right partner? Okay. I think for the first question... Voor de eerste vraag... The issue is, you talk to your children probably from early... Even before they become teenagers. Gaat het erom dat je vanaf een jonge leeftijd, zelfs voordat ze tieners worden, al met ze gaat praten in voorbereiding op ja, dat date of relatievorming? And you explain to them the difficulty that we have in our culture because you're old enough actually to physically get married. En je legt hun ook al van ja, vroeg uit de problemen die we nu in de maatschappij hebben, omdat ja, vanaf het moment dat kinderen eigenlijk oud genoeg zijn om te trouwen. But for various reasons you're not equipped, you're not mature enough and you're not equipped to get married. Kinderen toch niet in praktische zin en in opvoedkundige zin klaar zijn om te gaan trouwen. And so in terms of dating, dus wanneer het aankomt op daten or courting of verkeringstijd, you're really playing with fire if you do that before you are actually ready to get married. Dan speel je eigenlijk met vuur als je dat al gaat doen voordat je er daadwerkelijk klaar voor bent om te trouwen. And again, typically women, young women are going to be more mature, going to be ready to marry a few years before men will be ready. Over het algemeen zijn jonge vrouwen zijn er wat eerder aan toe, vaak al een paar jaar wat eerder aan toe en klaar voor om te trouwen dan jonge mannen. And so I think it's important to be honest and upfront with them about these things. Dus ik denk dat het ook belangrijk is om daar eerlijk en oprecht met je kinderen over te praten. Now, there's a difference in my view between dating somebody. Nou, in mijn beleving is er een verschil tussen daten met iemand en going on a date. En op een date gaan. When my daughter was in high school, dus dat heeft een beetje te maken met verkering en een afspraakje maken. She went to Christian high school. Toen mijn dochter nog op de christelijke school zat, high school, dus een soort middelbare school, basismiddelbare school. And she would go out to coffee with this young man. Dan ging ze wel eens koffie drinken met een jonge man. Or go to a function with this other young man. Of ze ging ergens naartoe samen met een andere jonge man. And so she would have Christian guy friends that occasionally she would do things with. En dus had ze jongens die christelijke vrienden waren van haar waarmee ze wel eens wat deed. But she wasn't dating. She wasn't in any kind of a long-term relationship. Maar ze had geen verkering met die jongens. Dus het was niet echt een verkeringsrelatie gaande. And I know that goes against the culture. En dat weet ik omdat in contrast met de cultuur. But thankfully my girls have not had an issue with that. They understand and they don't want to prematurely get involved with somebody before they're ready to make a lifetime commitment. Dus in tegenstelling tot hoe dat in de cultuur gaat, wisten ook mijn meiden dat ze ook gewoon nog niet klaar waren en volwassen genoeg waren om een echte relatie gericht op een huwelijk aan te gaan. Dus dat
dat had een veel onschuldiger karakter. But again, I think is from a young age you explain to them the fact that dating is not really a biblical concept. Dus, maar wat ik probeer te zeggen is dat het belangrijk is dat je ze vanaf een jonge leeftijd wel uitlegt dat echt verkering dat geen bijbels concept is. And that you really shouldn't get involved with someone and give your heart away to anyone. En dat je niet zo intiem betrokken moet raken bij iemand dat je je hart gaat weggeven aan iemand. Until you're mature enough and able enough, and in the case of a guy, wealthy is not the right word, but financially secure enough to be able to do this. Dus dat je niet je hart moet weggeven totdat jij volwassen genoeg bent, zowel in ontwikkelingszin als in praktische zin, vooral als man, financieel gezien, dat je klaar bent om in het huwelijk te stappen. Nou. In the United States, in de Verenigde Staten, not everyone holds the view that my wife and I hold. Daar heeft niet iedereen dezelfde visie op dit onderwerp als ik en mijn vrouw. Some people allow their children to date at a much younger age. Er zijn ook mensen die toelaten dat hun kinderen gewoon al op een veel jongere leeftijd een beetje met verkering gaan spelen. And we have to be very careful that we don't have a judgmental attitude towards parents who my wife and I have to be careful, and we have our girls. We instruct our girls to be careful not to have a judgmental attitude towards parents who let their children date younger than we're comfortable with. En mijn vrouw en ik hebben ook moeten leren en moeten er ook voor oppassen dat we niet andere ouders of andere jongeren gaan veroordelen omdat zij misschien een andere visie hebben op verkering dan wij. En dat hebben we ook onze dochters moeten leren om niet te gaan oordelen over anderen die een andere visie daarop hebben. Right, would you explain the second question to me again, please? Okay, the second question, de tweede vraag is: hoe leid je je kind naar de juiste partner? How do you lead your child to the right partner? Of course, the most important thing is prayer, right? Het belangrijkste is gebed. And then in 1 Corinthians 7. En in 1 Korinthe hoofdstuk 7. It seems as though during biblical times. Daar lijkt het erop dat in het Bijbelse tijdperk. The fathers were very involved in getting with their daughters at least in terms of helping them. Dat de vaders heel erg veel betrokken waren bij dat proces van hun dochters en de partnerkeuze. Let's start reading in verse 34. Laten we eventjes lezen 1 Korinthe vanaf vers 34. There is a difference between a wife and a virgin. Er is onderscheid tussen de gehuwde vrouw of tussen de vrouw en het meisje dat nog maagd is. The unmarried woman cares about the things of the Lord. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heere. That she may be holy in both body and spirit. Om zowel naar lichaam als naar geest heilig te zijn. But she is married cares about the things of the world. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. She may please her husband. Hoe zij haar man zal behagen. This I say for your own profit. En dit zeg ik tot uw eigen voordeel. Not that I may put a leash on you, niet om een strik over u heen te werpen. But for what is proper. Maar om u te leiden tot eerbaar gedrag. And that you may serve the Lord without distraction. En tot blijvende toewijding aan de Heere zonder afgeleid te worden. And before I read the next verse, I need to put this whole chapter in context. Nou, voordat ik de volgende vers ga lezen, wil ik even de context van dit hoofdstuk ook duidelijk maken. At the time of this writing, op het moment dat dit geschreven werd, some persecution had started for the church. Werd de gemeente vervolgd. And Nero was starting this terrible persecution. En keizer Nero die was begonnen met een verschrikkelijke verdrukking van christenen. Christians were going to be treated terribly. En christenen die zouden heel erg slecht behandeld gaan worden in die periode. They were going to be dipped in pitch. Ze werden in teer ondergedompeld. Put on poles, tied to poles. Ze werden aan palen gebonden. And lit up like torches. En ze werden als een soort lantaarns, als straatverlichting in brand gestoken. While Nero was basically having orgies by the light of these Christians that were being torched. Terwijl Nero min of meer een soort seksuele orgiefeesten hield onder het licht van die lantaarns. And so in this chapter, I forget the exact verse. Dus ik weet niet precies in welke vers het staat in dit hoofdstuk. But there's this phrase that we have to understand. Maar er staat ook zo'n vers die we goed moeten begrijpen. Paul says, in light of this present distress. Paulus zegt, in het licht van de huidige onderdrukking, de huidige beproeving. It is better not to marry. Is het beter om niet te trouwen. So he's talking as a prophet here.
Dus hij spreekt hier als een profeet. And he's saying, in light of what's starting to happen and what's going to happen in a few years, you really want to be careful about getting married. En hij zegt dus, in het licht van dat wat staat te gebeuren in de gemeente, van die komende verdrukking, is het beter om niet te trouwen. Because it can be hard to raise a family with all this persecution. Want het zal veel moeilijker worden als je verdrukt wordt en je hebt een familie op dat moment. But in spite of this, maar desondanks, he says, if you have a problem with lust, zegt Paulus, als je een probleem hebt met begeerte, go ahead and get married. Dan is het beter om te trouwen. It's better to marry than to burn. Het is beter om te trouwen dan om van verlangen te branden. So keep that in mind. Dus hou dat in je achterhoofd. Now verse 36. Maar nu staat er in vers 36. But if any man thinks he's behaving improperly towards his virgin, als iemand denkt dat hij ongepast handelt ten opzichte van zijn maagd. And most translators believe this is talking about his virgin daughter. En de meeste vertalers die geloven dat het hier gaat om dus de dochter van een man en waarvan die dochter dus nog maagd is. If she passed the flower of her youth, als de jaren van haar jeugd voorbij zijn, and it thus must be, en het op deze wijze behoort te gebeuren, let him do what he wishes, laat hij doen wat hij wil. Let them marry. Hij zondigt niet, laten zij trouwen. He doesn't sin. Hij zondigt niet. Nevertheless, he who stands steadfast in his heart, maar wie in zijn hart vastbesloten is, having no necessity, en er niet toe genoodzaakt wordt, but having power of his own will, maar macht heeft over zijn eigen wil, and is so determined in his heart that he will keep his virgin daughter, en in zijn hart besloten heeft dat hij zijn eigen zijn maagd, zijn dochter zo zal houden, does well. Die handelt ook goed. So then, dus, he who gives her in marriage does well, ook wie ten huwelijk geeft, but handelt he does goed. Not give her in marriage does better. Maar wie niet ten huwelijk geeft, handelt beter. And so the point here is, the big point is that the fathers were very actively involved in helping their daughters find a husband. Dus waar het om gaat hier is dat de vaders in die tijd heel actief betrokken waren bij dat huwelijksproces van hun dochter. And I think that's a principle that we should apply today. En ik denk dat dat een principe is wat we ook vandaag de dag mogen toepassen. Now, I'm not talking about arranged marriage. Ik zeg niet dat dat je een soort voorgearrangeerd huwelijk krijgt waarbij dus de dochter niks te zeggen heeft over met wie ze trouwt. But I do think a father ought to have his eyes open and try to help his children, especially his daughters, if they need help, finding a husband. Maar ik denk wel dat een vader zijn ogen open moet houden om zijn dochter te kunnen helpen om de juiste partner te vinden. So I was flying from one city to another. Ik zat in het vliegtuig op weg van één stad naar een andere stad. And a Christian leader was sitting next to me. En er zat naast mij een christelijke leider. Famous Christian in America. Een hele bekende christen in Amerika. So he says to me. En hij zegt tegen mij. Are you married? Ben je getrouwd? I said nope. Ik zei nee. He says, do you want to be? Hij zei, wil je dat? I said yes. Ik zei ja, ik wil wel trouwen. He says, let me tell you about my daughter. En hij begon te vertellen. Laat me je iets vertellen over mijn dochter. I mean, he was doing the right thing. En dat was, hij deed het juiste op dat moment. And of course, this was many years ago. Natuurlijk is dat al heel veel jaar geleden. And so I did the spiritual thing. En dus deed ik datgene wat het geestelijkste was. I said to him. Ik zei tegen hem. Do you have a picture? Heeft u een foto? He didn't. Hij had geen foto. So anyway, I do think it's important for us as fathers especially to have input into this. Dus samengevat, ik denk dat het wel belangrijk is dat vaders hier ook bij betrokken zijn. Is there another part to the question? No, that was okay. Okay. Volgende vraag. Hoe moet je omgaan met steeds weer terugkerende discussies met je tienerkinderen? Het gevaar is een negatieve neerwaartse spiraal. So, how do you cope with ever returning arguments with your teenage children, so debates about certain topics, the danger is a negative downward spiral. Yeah, I'm not sure I understand the question. If I could get a little more information about that, I might be able to give you a more specific answer. I don't know if the person who wrote that is interested in doing that, but I'll give a general answer, and then if you can give me more information, I'll try to give you a more specific answer. Okay, dus hij zegt, ik kan wel een algemeen antwoord geven, maar om de vraag echt goed te kunnen beantwoorden, zou ik iets meer achtergrondinformatie moeten hebben over waar het om gaat in deze vraag. Dus laten we eerst beginnen met een algemeen antwoord, en als degene die de vraag heeft gesteld dan iets meer informatie nog wil geven, dan kan er misschien een specifieker antwoord volgen. So basically, if our teenagers are willing to talk to us without sinning. Dus in zijn algemeenheid gesproken, als onze tienerkinderen bereid zijn om ons met ons te praten zonder te zondigen. And they want to argue.
Or persuade us. En stel dat zij ons willen overtuigen van iets. And even make an appeal. En misschien zelfs een beroep op ons willen doen. As long as they can do it politely. Zolang ze dat op een beleefde manier kunnen doen. As long as they can do it within the confines of Scripture without sinning. Zolang ze dat binnen de context en binnen het raamwerk van de Schrift kunnen doen, zonder dat ze daarbij zondigen. Up to a point. Kunnen ze tot op zekere hoogte? I would be willing to talk with them. Kun je met ze praten? Ben ik bereid om met ze te praten over dingen? But at the point that downward spiral begins because they are sinning in the way that they're communicating with maar you. Maar stel dat de vorm waarop zij met mij praten zondige vormen gaat aannemen en je in zo'n neerwaartse spiraal begint te komen. I think you need to temporarily put an end to the conversation. En dan denk ik dat je gewoon tijdelijk dat gesprek moet stopzetten en daar niet mee door moet gaan. Honey? Schat, I know this is important to you. Ik weet dat dit belangrijk voor and je is. I know you want to talk about it. En ik weet dat je erover wil praten. And I know you want to try to persuade me to your way of thinking. En ik weet dat je mij probeert te overtuigen om te gaan denken zoals jij hierover denkt. And the Bible says I should be reasonable. En de Bijbel zegt ook dat ik redelijk I moet should zijn. Be easily entreated. En dat ik ook mee moet kunnen denken. And I'm more than willing to give you a chance to try to persuade me. Ik ben meer dan bereid om jou een kans te geven om mij te overtuigen van jouw punt. But if I'm going to allow you to do that. Maar als ik jou toelaat om dat te doen en samen dat gesprek aan te gaan. You've got to talk to me with the honor and respect that the Bible says a child ought to talk to his parents. Dan moet de vorm waarop jij met mij spreekt moet wel die mate van eer en ontzag ook voor je ouders hebben die de Bijbel zegt dat een kind moet hebben voor zijn ouder. So why don't you take a few minutes? Dus waarom neem je niet een paar minuten? Get your thoughts together. Verzamel en orden je gedachten. Spend a time in prayer. Breng wat tijd door in gebed. Maybe even write your thoughts down on paper. Misschien kun je je gedachten op papier neerzetten. And come on back. En dan kom je terug naar mij. And we'll finish this conversation when you're able to communicate biblically. En dan gaan we samen dit gesprek afronden en voeren op het moment dat jij er klaar voor bent om dat op een Bijbelse manier te doen. Now, of course, the question that you may be thinking is something like this. De vraag waar jij misschien mee in je hoofd zit is als volgt. We've had the conversation 5 different times, 6 different ways. We hebben al vijf keer dit gesprek gehad. Op 6 verschillende manieren hebben we het geprobeerd. And she still wants to argue. En ze wil nog steeds met mij de discussie aangaan. He won't take no for an answer. Mijn kind neemt gewoon geen nee aan als antwoord. Well, in a situation like that, I think it's fine for you to tell him no. In zulke situaties is het ook prima als je gewoon nee zegt tegen je kind. Sweetie, we've had 3 different conversations. Schat, we hebben nu al 3 verschillende gesprekken hierover gehad. I've invested 2.5 hours of my life trying to reason with you about this. Ik heb 2.5 uur van mijn leven geïnvesteerd om met jou te proberen hier op een redelijke manier over te praten. You haven't given me a biblical reason why I should give you what you want. Je hebt mij nog steeds geen valide Bijbelse reden gegeven. Waarom ik jou zou moeten geven wat jij wil hebben. And you're starting to repeat the same arguments over and over again. En je bent bezig om diezelfde argumenten keer op keer maar te herhalen. So, I don't think it's a good stewardship, but I don't think it's on being a good steward of God's time to continue to debate this with dus you. Ik geloof niet dat ik een goede rentmeester ben van de tijd die God mij heeft gegeven door continu maar met jou in gesprek te blijven gaan over dit onderwerp. I think you need to learn how to take no for an answer. Ik denk dat jij mag leren hoe je nee als antwoord kunt accepteren en now, accepteren dat je niet krijgt wat je wil. Now, if you want me to open the Bible and show you how you can do that, I'll be more than happy to talk to you about that. Nou, als je dat graag wil leren, dan kan ik je dat met de Bijbel in de hand gewoon onderwijzen. Okay, so I get more information, I can give you a better answer. But okay, heeft degene die de vraag heeft gesteld nog meer informatie of behoefte aan meer antwoord? Nee, geen behoefte aan meer informatie? Well, we can go on to the next one. Okay, dan gaan we door naar de volgende vraag. Hoe ga je om met tieners die geestelijk ongevoelig zijn en weinig tot geen geestelijke interesse hebben in Gods woord? Je verlangt ernaar om ze daarin te onderwijzen, maar ze hebben daar geen zin in. Okay, how do you cope with a situation where your teenage children are spiritually insensitive and have almost no or zero interest in spiritual things or God's word? You desire to teach them, but they don't want to be taught. Okay, 2 things. Okay, dat zijn 2 dingen. Let me answer the second part first. Ik ga eerst het tweede onderdeel van die vraag beantwoorden. You have responsibility to teach them God's word, whether they want to or not. Jij hebt de verantwoordelijkheid als ouder om je kinderen Gods woord bij te brengen, of dat ze dat nou willen of niet. And so you don't need to be apologetic about that. En dus daar hoef je ook niet geen verontschuldiging voor aan te bieden. Dat maakt niet uit of dat ze er zin in hebben of niet. They're living in your home.
Zij leven in jouw huis. Part of your household traditions. Zij moeten zich aanpassen aan de tradities en de regels van het huis. Is that several times a week we sit around and we talk about God's word? En je zegt gewoon luister 7 keer per week, dan gaan wij zitten en dan praten wij over de Bijbel, over Gods woord. If you remember this church, if you remember this household, you go to church. En als jij een onderdeel uitmaakt van dit huisgezin, dan ga je mee naar de kerk. You know, and you can sort of cut up with them a little bit. You can make light of it if you can do it, you know, without being too sarcastic. Je kan daar wel zonder al te sarcastisch van te doen. Ja, kun je daar wel een beetje over praten? Honey, I hate it for you that God put you in this family with these Bible-thumping parents. Je kan er een beetje grapjes over maken. Schat, wat vervelend joh, dat God jou in een gezin heeft geplaatst met dit soort Bijbelse ouders om je heen. Who want you to love the Lord. Die willen dat jij God lief hebt. But he put you in his family. Maar ja, God heeft je nou eenmaal in dit vervelende gezin geplaatst. And so maybe you should talk to him about how to handle this frustration. Dus ja, misschien moet je eens met God gaan praten over hoe je om kunt gaan met die frustratie die jij als gevolg daarvan nu ondervindt. Now, the first part of the question. Nou, het eerste onderdeel van de vraag gaan we nu beantwoorden. If I understood it right. Als ik het goed begrepen heb. Is you've got to really challenge your children about whether they know the Lord. Het is heel belangrijk dat je je kinderen echt uitdaagt om om zichzelf ook af te vragen of dat ze echt de Heer kennen. You may have to preach the gospel to them. Misschien moet je ook het evangelie prediken aan je kinderen. There are different ways you can do that. En er zijn verschillende manieren waarop je dat kunt doen. The way I would probably choose to do it. Ik zou het waarschijnlijk als volgt doen. Is something like this. Als volgt. Honey, I can't read your heart. Schat, ik kan jouw hart niet lezen. You profess to be a Christian. Jij zegt dat je een christen bent. You're a member of our church. Je bent een lid van onze gemeente, van de kerk. To be a member of our church, you had to make some kind of profession of faith. En om een lid te kunnen zijn in onze kerk, moet je een soort van geloofsbelijdenis wel hebben en doen. And so like Paul did to the fornicating Christian in 1 Corinthians 7, I'm going to treat you like you're a Christian. Dus wat Paulus ook deed toen daar een ja, echt een overspelige christen was, of een seksueel onreinheid begaanende christen in 1 Korinthe hoofdstuk 7, behandelde Paulus die man, ondanks zijn seksuele onreinheid, alsnog als een christen. But I've got to tell you something. Maar ik ga je wel dit zeggen. If I were in your situation, als ik in jouw situatie zou zitten, and I didn't have the affections that you don't have, en ik zou ervaren dat ik niet die passies zou hebben die jij dus nu ook niet hebt. I'd be questioning my faith. Dan zou ik me ernstig afvragen of dat ik wel echt een gelovige ben. I mean, the Bible says that Christians have certain desires. Ik bedoel, de Bijbel zegt dat christenen bepaalde verlangens hebben. They have a desire for the word. Ze hebben een verlangen naar het woord van God. Seems like you don't have a desire for the word. En het lijkt erop dat jij geen verlangen hebt naar het woord van God. They have a desire to be with other Christians. Ze hebben een verlangen om met andere christenen samen te zijn. You don't have that desire. En jij lijkt dat verlangen niet te hebben. They even though they struggle with sin and sometimes they get caught up in sin, they hate sin. En zelfs al kunnen christenen soms worstelen met zonde en daarin verstrikt raken, toch haten christenen de zonde. I don't see much evidence that you hate sin. En ik zie eerlijk gezegd niet heel veel bewijs ervan dat jij zonde haat in je leven. They hunger and thirst after righteousness. Christenen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Though they fail, they want to be holy. En die willen graag heilig worden. I don't see these in you. Ik zie die kwaliteiten niet terug in jouw leven. Do you ever question whether or not you're a Christian? Vraag je jezelf wel eens af of dat je wel echt een christen bent? Well, sometimes. Nou ja, soms wel. Well, let me tell you what I would do if I were you. Nou, laat me jou eens wat advies geven wat ik zou doen als ik in jouw schoenen zou staan. If I were you. Als ik jou zou zijn. I'd spend like 5 minutes every day. Dan zou ik gewoon elke dag 5 minuten doorbrengen. Praying. In gebed. Asking the Lord to save me if I'm not saved. En aan de Heer vragende of dat Hij me wil redden als ik niet gered ben. And if I am saved. En als ik wel gered ben. I'd ask God to give me the assurance that I'm really a Christian. Dan zou ik de Heer vragen dat Hij mij ook die verzekering geeft als christen dat ik echt christen ben. On the basis that my life is changing. En dat hij dat kan bevestigen doordat mijn leven ook daadwerkelijk verandert. More love and joy and peace today than I had last month and last year. Dat ik steeds meer liefde en blijdschap en vrede ga ervaren in mijn leven. So to zoom out. Dus laten we even uitzoomen weer. I would use that as an opportunity to talk to them about their relationship with the Lord, but I would really try to make sure they understood the gospel and I would appeal to them to become a Christian if they're not. Ja, dus ik zou die geestelijke ongevoeligheid van die tieners zou ik echt gebruiken om het gesprek aan te gaan, maar daarbij zou ik er ook rekening mee houden dat ik het evangelie moet uitleggen aan hun. En dat ze
zich ook af moeten vragen of dat ze echt gered zijn en daar vervolgens mee bezig mogen zijn. And I would continue to love them. Ik zou natuurlijk gewoon doorgaan met hun liefhebben. Continue to talk to them about other things. Gewoon met hun blijven praten over allerlei andere dingen. Continue to do things that they want to do. Gewoon de dingen blijven doen die zij ook leuk vinden om te doen. Even though it has nothing to do with Christ or religion. Zelfs al heeft het niks te maken met Christus of met het geloof. You know, I tried to be a good and fun parent as much as I could. Maar ik zou zoveel als mogelijk ook gewoon een goede en een leuke, grappige vader willen zijn. But most of all. Maar allermeest. I pray. Blijf ik bidden. Okay. Volgende vraag. Do you have some suggestions how to ask good or the right questions in counseling in order to discover the heart of the problem and also in man-woman relationship and parents-children relationship? Oké, dus de vraag is of dat Lou misschien adviezen heeft. Dus het is een vraag over counselen, over raad geven. Of dat Lou goede adviezen heeft over hoe je de juiste vragen kunt stellen om tot de kern van het probleem van iemand te komen. En dat geldt dan dus zowel in de huwelijksrelatie als in de relatie met je kinderen of in het counselen van andere mensen. Hoe stel je de juiste vragen om tot het hart van het probleem te komen? This is a very good and very important question. En dat is een hele goede en belangrijke vraag. It's so important that I intend to write a book about it. Het is zo belangrijk dat ik daar een boek over wil gaan schrijven. Especially for parents. En vooral voor ouders. It's called How to Interview Your Kids. En dat boek dat gaat heten Hoe kan je je kinderen interviewen? I mean, parents don't know how to ask the right kinds of questions. Ik bedoel, ouders weten gewoon simpelweg soms niet hoe ze de juiste vragen stellen. In The Heart of Anger. In het boek The Heart of Anger. It's not yet available in Dutch. Wat nu nog niet in het Nederlands beschikbaar is. But I've got a list of specific kinds of questions that parents can ask their children about what's going on in their heart. Daar staat ook een lijst met specifieke vragen die ouders aan hun kinderen kunnen stellen met betrekking tot wat er gaande is in hun hart. Some of them are general. En sommige vragen zijn algemene vragen. Some of them are more specific. Dus sommige vragen zijn meer specifiek. I might simply ask them. Ik zou misschien gewoon simpelweg vragen aan mijn kind. When you got so angry at me yesterday. Toen je gisteren zo boos op mij werd. What was going through your mind? Wat ging er toen door jouw gedachten heen? What was it that you were wanting from me that I didn't give you? Wat wilde je nou precies van mij wat ik jou niet had gegeven? What do you think as a Christian? How do you think you should have thought? Hoe denk jij dat jij als christen op dat moment had mogen denken of moeten denken? What should you tell yourself? Wat had je tegen jezelf kunnen zeggen op dat moment? What should you have wanted more than whatever it is you wanted? Wat had je meer moeten verlangen dan datgene wat je gisteren van mij verlangde? And sometimes when I'm counseling en soms als ik dan andere mensen counsel. An individual. Een individu bijvoorbeeld. And I'm trying to get them to recall what was going through their mind. En ik probeer hun erbij stil te laten staan van wat er door hun gedachten ging op zo'n moment. And they just can't remember it. En ze kunnen het gewoon niet meer in herinnering brengen. I'll say something like this. Dan zeg ik zoiets als volgt. You know, if I were in that situation. Weet je, als ik in jouw situatie had gestaan. On a good day. Op een goede dag. Here's what I would have told myself. Dan zou ik dit tegen mezelf gezegd hebben. And I sort of explained to them how I would have thought, hopefully, as a Christian. En dan leg ik hun uit hoe ik als christen had gedacht in die situatie. And at least 75% of the time. En bijna 75% of nee, minimaal 75% van de keren dat we zo'n gesprek hebben. When I ask that question. Als ik die vraag dan stel aan de persoon die ik raad geef. One or two things happen. Dan gebeuren er één of twee dingen. Either they say, oh, I remember now. Dan gebeurt een van deze twee dingen. Because of ze zeggen, oh, nu weet ik het weer. Because it was the polar opposite of what you just said. Want het was precies het tegenovergestelde van wat jij zou denken. Or they'll say something like this. Of ze zeggen zoiets als I never think that way. Ik denk nooit volgens Chances dat are, I would have thought this way. De kans is groot dat, dat ik op die andere manier had gedacht. So that's something that I have done to help even actually jog people's memory. Dus dat is een techniek die ik gebruik om mensen's geheugen weer op te frissen over bepaalde situaties waarin ze op een verkeerde manier denken. Now, again, it's not available in Dutch yet, but in my book, The Complete Husband. In mijn boek, de volgroeide echtgenoot, wat nog niet naar het Nederlands is vertaald. In several chapters, there are questions specifically that a husband can ask his wife to get that information out. Daar bevinden zich in een aantal hoofdstukken specifieke vragen die een echtgenoot aan zijn vrouw kan stellen. And my wife and I just went through the whole book. We've revised the book. En mijn vrouw en ik zijn net dat hele boek weer gaan doornemen en we hebben dat hele boek weer herzien. So next year it's coming out in English if some of you read English. Dus volgend jaar dan komt het weer in het Engels uit, een volgende editie. The revised version is coming out. Een herziene editie en als jullie dan Engels lezen. And I put dozens of new questions in the book. Dan kun je dat lezen en er staan daar een hele hoop nieuwe vragen ook in dat boek. At the end of every single chapter, all 14 or 13 chapters, there's a list of a dozen at least questions that a husband can ask his wife to get this information out of her heart. Aan het einde van elk
elk hoofdstuk van dat boek, daar staan een hele hoop voorbeeldvragen die een man bijvoorbeeld kan stellen aan zijn vrouw om te weten wat zich in haar hart gebeurt, wat haar zich afspeelt. But again, Proverbs 20 and verse 5, counsel in the heart of man is as water as a wise man draws it out. You've got to draw it out. Dus opnieuw wil ik verwijzen naar Spreuken 20 vers 5, daar staat: de raad in het hart van een mens is als diepe wateren, maar de wijze is in staat om die wateren naar boven te brengen. Dus om datgene wat er in het hart zich afspeelt, om dat daaruit te trekken. In the heart of the wise studies how to answer. Het hart van de wijze man, die denkt erover na hoe die wateren naar boven kan brengen. You may have to just spend some time, and sometimes I actually give this as a homework assignment. Soms moet je gewoon wat tijd doorbrengen en dat geef ik ook soms mee als een huiswerkopdracht. Coming up with a list of interview questions. Om zelf een lijst met vragen te gaan bedenken. And then maybe don't give them all, don't ask them all at one time. En misschien stel je ze dan niet allemaal tegelijkertijd. But start asking those questions. Maar maak er een begin mee om die vragen te gaan stellen aan je partner. Okay. Second question: if you don't marry, when is the moment to leave your father and mother? And is there a difference with this respect between sons and daughters? Dus de vraag is, stel nou dat je niet trouwt, wat is dan het goede moment om je vader en moeder te verlaten? En is er in dat opzicht ook een verschil tussen zonen en dochters voor het moment waarop ze hun vader en moeder verlaten? That's a good question and I'm going to try to answer it as biblically as I can. Dat is een hele goede vraag en die probeer ik zo bijbels mogelijk te beantwoorden. Remember I told you to have that Genesis 2:24, the leave and cleave verse that shows up 5 times in the Bible. Weten jullie nog dat ik verwezen heb naar Genesis 2 vers 24 over dat de man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, die dan ook 4 of 5 keer later in de Bijbel nog terugkomt. So the norm seems to be you stay with your folks until you leave. Dus de norm lijkt te zijn dat je bij jouw ouders blijft totdat je hun verlaat. I think there certainly are exceptions to that rule. En er zijn natuurlijk wel uitzonderingen voor die regel. Especially for the man. You mean until you cleave? Yes. Okay, right. Dus dat je je ouders pas verlaat op het moment dat je een ander gaat aankleven. Dus bijvoorbeeld een man gaat het huis uit als hij gaat trouwen. I mean, en er zijn wel uitzonderingen voor die regel. For example, how many young men and sometimes women go to the mission field? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld jonge mannen of jonge vrouwen die zendeling gaan worden. And so they're single. En dus alleenstaand zijn. But they leave home. Maar toch verlaten ze hun ouderlijk huis. For ministry. Voor hun bediening. Well, I mean, I don't have a problem with that. Daar heb ik helemaal geen problemen mee. Now, as far as the difference between a man and a woman, a young man and a young woman. Maar met betrekking tot het verschil tussen een jonge man en een jonge vrouw. I give my opinion as someone who I think is faithful before the Lord in this. Wil ik mijn mening geven als iemand die denk ik wel trouw is voor het aangezicht van de Heer. In 1 Corinthians 7, as we just read, we address the father and the daughter. In 1 Corinthians 7 hebben we het gehad over de vader en de dochter. So I do think that women probably need a little more protection than men do. Ik denk wel dat vrouwen, jonge vrouwen, over het algemeen wat meer bescherming nodig hebben dan jonge mannen. Now, if my daughter really were persuaded and I were persuaded that God were calling her, let's say, to a different city. Nou, stel dat mijn dochter er echt van overtuigd raakt en misschien ik ook dat God haar geroepen heeft om naar een andere stad te verhuizen. I would probably take her to that city. Dan zou ik haar waarschijnlijk naar die stad toe brengen. Find a good church. Ik zou daar een goede gemeente gaan zoeken. Take her by the hand. Ik zou haar bij de hand nemen. Figuratively speaking. Figuurlijk gesproken. And turn her over to the elders of the church. En ik zou haar overgeven aan de ouderlingen van die gemeente. And say, I'm not going to be here to watch her. En dan zou ik tegen die ouderlingen zeggen, sorry, maar ik ben er niet om een oogje in het zeil te houden bij haar. I want you guys to be her spiritual father. En ik wil dat jullie haar geestelijke vaders worden. Okay. How do you cope with ADHD and the disorders like that or syndromes like that? Dus de vraag is hoe om te gaan met ADHD en aanverwante stoornissen. Chris and I were talking the other day. Wij hadden een gesprek gisteren. And we agree that ADD and ADHD is way overdiagnosed. En wij hadden het erover, dus ik en Lou. Dat ADHD, die diagnose, dat label, dat wordt veel te vaak ten onrechte op kinderen geplakt. But we do agree that there may be some cases where there really is an organic problem. Maar we waren het wel met elkaar eens dat, dat er in sommige gevallen wel echt een organisch probleem kan zijn voor het ADHD-gedrag. But even the people who make the medication, the methylphenidate. Maar zelfs de mensen, de fabriek die de methylphenidaat, de Ritalin produceert. When you open the package.
Als je het doosje van de medicatie opent and read the insert, en je leest dat label, de bijsluiter, it says this. Dan staat er het volgende. Essentially. Dat min of meer staat er het volgende. The medication is not going to totally solve the problem. De medicatie gaat het probleem niet volledig oplossen. The medication will deal with the symptoms. De medicatie zal misschien wel helpen om de symptomen te bestrijden. But you need to have counseling as well. Maar je hebt ook counseling nodig. Je hebt ook raad nodig en gesprekstherapie. So, in my experience, there are a couple of issues that people with ADD struggle with. Dus mijn ervaring met mensen met ADHD is dat ze met een aantal dingen worstelen. So one is self-control. Eén daarvan, dat is zelfbeheersing. And the other is often anger. En de andere is vaak boosheid of woedeuitbarstingen. And so basically when I counsel children, en wanneer ik raad geef aan kinderen, well, an adult, of volwassenen counsel, those are the two things I work on. Dan zijn dat de twee dingen waar ik aan werk met ze. Now, by the way, nou trouwens, how is it that Ritalin works? Hoe komt het dat Ritalin werkt? Well, there's different theories out there. Nou, er zijn verschillende theorieën daarover. I'll give you the one that makes most sense to me, and then maybe you can give the one that makes more sense to you. Maar ik zal degene geven en uitleggen waarvan ik denk dat het de meest logische is, en dan mag de vertaler zijn theorie of blik daarop geven. I mean, basically, this medication is a form of speed. Ja, die medicatie is min of meer een vorm van speed, hè, de drug speed. It's a stimulant. Het is een stimulerend middel. So here you have this kid that's really, really hyperactive. Dus hier heb je een kind dat helemaal hyperactief is. And you give him a stimulant. En dan geef je vervolgens nog een stimulerend middel. And it calms him down. En dan worden ze daar rustiger van. And by the way, if it works. En trouwens, als dit echt werkt. If it's going to work. Als het gaat werken bij een kind. It'll work in 2 or 3 days. You'll know after 2 or 3 days whether it's having an impact. Dan weet je al bij Ritalin na 2 of 3 dagen of dat het werkt. Het is niet een middel wat heel lang moet gebruikt cases. Worden voordat het werkt in de meeste gevallen. Okay, so what I think happens, wat ik denk dat de verklaring is waarom Ritalin kan helpen, is that it stimulates the whole brain. Is dat het hele brein stimuleert. I mean, the pharmaceutical companies want you to think that the medication just goes after dopamine or just goes after noradrenaline or just goes after this chemical and that chemical. En de medicijnindustrie die wil u doen geloven dat het middel heel specifiek op een bepaalde neurotransmitter zoals dopamine of een andere neurotransmitter inwerkt. That's really misleading. Maar dat is heel misleidend. The medication in one form or another disables the whole brain. De medicatie grijpt aan en werkt op een bepaalde manier in op het hele brein. So there's this part of your brain called the reticular activating system. En er is een onderdeel van het brein dat heet het reticulair activerend systeem. As you're sitting there listening to me. En terwijl jullie daar zitten en naar mij luisteren. There's all kinds of distractions. Zijn er allerlei afleidingen. There are children on the floor playing. Er zijn daar kinderen die op de grond aan het spelen zijn. Maybe a child next to you talking. Misschien is er een kind naast u. Person next to you is wiggling. Of een persoon naast u die met zijn voeten aan, of maybe met zijn benen schudt. There's some stimulation outside the window. Misschien is er buiten door het raam kun je nog wat afleiding vinden. But your reticular activating system filters out all of that. It's a filter. Maar uw reticulair activerend systeem werkt als een soort van filter voor die informatie. It helps you to focus on what I'm saying. Dus het helpt u om te concentreren op datgene wat ik aan het vertellen ben. Well, one of the theories is. En een van de theorieën is. In ADD people. Dat bij ADD, kinderen met ADD. The filter in the reticular activating system is broken. Dat die filter in dat reticulair activerend systeem kapot is gegaan. Dat het niet goed werkt. And so you give them the medication. En dus geef je ze die medicatie. It stimulates the whole brain. Dat stimuleert dan het hele brein. Puts the filter back in there. Zorgt ervoor dat die filter weer gaat werken. And the individual can concentrate. En dan kan het individu weer concentreren. Do you have a better theory? No. Okay. So. But here's the real point I want to make. Nou, dit is het punt wat ik wil maken. See, this is the question that people don't want to answer today in medicine. En dit is de vraag die mensen die zich in de geneeskundige industrie bevinden niet kunnen beantwoorden of willen beantwoorden. What comes first? Wat komt er eerst? The chicken or the egg? De kip of het ei? What comes first? Wat komt er eerst? The chemical imbalance? De chemische disbalans van stofjes in het brein? Or the sin that messes up your chemicals? Of de zonde die vervolgens jouw chemische stofjes uit balans haalt? You're fearfully and wonderfully made. Jij bent op een hele vreeswekkende manier door God geschapen, op een bijzondere manier. Largely out of chemicals. Grotendeels uit allerlei chemische stofjes. And your chemicals get up whack all the time.
En die chemische stofjes die raken heel vaak uit balans. Every time you stub your toe. Elke keer dat jij op je teen trapt. The chemicals are out of whack for a period of time. Dan raken die stofjes een beetje uit balans. Right, every time you get angry. Elke keer dat jij boos wordt. Your chemicals are out of whack. Dan raken die stofjes eventjes uit balans. When you sit on a tack. Als jij a nail. Als jij op een speld gaat zitten. Your chemicals are involved in that. Dan raken jouw chemische stofjes uit disbalans. Now you can take some aspirin. Nou, je kan dan wel wat aspirine nemen. To deal with the pain. Wat paracetamol om met de pijn om te gaan. Or you can stand up. Maar je kan natuurlijk ook gaan staan. And pull the nail out of your bottom. En je kan die speld uit je kom trekken. And so I don't have a problem with taking an aspirin. Dus ik heb geen probleem mee als mensen ervoor kiezen om een paracetamol te nemen. But if we've got an individual that's really really angry. Maar als we een individu hebben wat echt heel boos is. And we teach him how not to get angry. En we willen hem leren hoe die niet meer boos is. Who's to say his chemicals are not going to go back down to where they need to be? Sorry. Who's to say that his chemicals are not going to go back to where they need to be, where they were previously? Wie zegt er dan dat als we ze gewoon proberen te leren om niet meer boos te zijn, dat ook die chemische disbalans zich ook weer herstelt als gevolg daarvan? And maybe a portion of that filter will come back. En dat misschien een stukje van die filter weer terugkomt. Oh, we got 2 minutes. Let's do one more. Okay, we have to finish. No, we don't. Okay. Okay. Thank you. Okay. Bedankt.